Zijn we allemaal narcistisch geworden? Is het narcisme de modieuze kledij waarmee de persoonlijkheid zich in deze tijd tooit? Leidt dit accent op narcisme tot egoïstische mensen die vastlopen in hun spiegelbeeld en niet meer productief bijdragen aan onze beschaving? Ik laat me niet verleiden tot het voor de hand liggende cultuurpessimisme dat in de analyse van een soortgelijk thema net zo gemakkelijk verschijnt als een regenbui op een lentedag in Nederland en kan rekenen op veel aandacht en gemopper. Tot nu toe schittert een systematische bijdrage aan problemen die samengaan met de individualisering vanuit een theorie over de intrapsychische architectuur door afwezigheid. Het is tamelijk schokkend om allerlei maatschappelijke en sociale problemen onder de aandacht van velen te zien komen, zonder dat hierbij aandacht wordt besteed aan de psychologische bijdrage die de menselijke subjectiviteit, primair gevormd in de vroege kindertijd, hiervan levert. De ingrijpende bijdrage, geleverd door de intrapsychische architectuur opgebouwd gedurende de eerste 5 jaar van de levensloop, is een onderwerp dat volledig over het hoofd wordt gezien. Met dit boek probeer ik dit thema op de kaart en op de agenda te zetten.